Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, ON3JVB, voor altijd de Joker van België. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. Daily Minutes, 6 april 2021. Dit is het bulletin van dinsdag. Inmiddels 6 april 2021, dit is het bulletin van dinsdag. Het bizarre is elke keer als ik me op dit moment verspreek in de datum of de maand, dan moet ik aan Jurgen denken, die daar voortdurend om moest lachen als ik dat deed en die daar ook gekheid over zat te maken de afgelopen tijd. Dus ja, dat is bitterzoet, maar dat is wel zo. Ja, niet veel mensen zullen dat misschien weten, maar bij mijn wekelijkse uitzendingen PA00 Nieuws, onder de naam PA00 Nieuws op de repeater PI3UTR, daar had ik op een gegeven moment een volgende fragment geïntroduceerd. Is papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid als er een natuurramp gebeurt. En wat ik wilde zeggen is dat niet veel mensen zich zullen realiseren wat dat betekent. Optimisme is een verantwoordelijkheid. Maar dat was de lijfspreuk van Wubbo Ockels. En die heeft hij mij persoonlijk verteld toen ik hem interviewde. En toen Wubbo overleed, een jaar of 5, 6 geleden. Toen heb ik besloten om de Daily Minutes, om de PA00 nieuws uitzendingen op die manier te beginnen. Zo moet ik het zeggen. En dat zat er elke keer in totdat ik met die uitzending ben opgehouden. En dus dat intro niet meer gebruikt werd. Op dezelfde manier heb ik besloten om de Daily Minutes op te dragen aan Jurgen. En het stukje wat voor deze uitzending zat, tenminste als het gelukt is om het te monteren, dat zit voortaan achteraan iedere Daily Minutes uitzending. Dat was ook de uitzending die Jurgen leuk vond. En ik vind het wel heel mooi passen. Dus dat gaan we doen. Ik heb geen plan voor vandaag, behalve dat de uitzending kort is, want mijn energie is gering. Ik ben nog niet helemaal van de AstraZeneca's bekomen. En vanavond is er ook een D-Star-ronde. En dat wordt een ook enigszins beladen D-Star-ronde, omdat dat de eerste keer is dat Jurgen er niet bij is. Het trekt veel aandacht, het overlijden van Jurgen. Heb ik in de gaten het filmpje waar de uitzending van zaterdag. Ik heb die ook als video op YouTube gepubliceerd. En op YouTube is die ongetwijfeld minder beluisterd dan op. Dan op internet, of hoe zeg je dat, gewoon als geluidsfile. En alleen daar al was het 134, als ik het goed gezien heb, vanochtend. Of 124, dat zou ook kunnen. Maar in ieder geval heel wat. Dus ja, ik zit een beetje af te vragen of ik voor die D-Star-ronde vanavond nou wel of niet wat publiciteit moet maken. Vorige week had ik dat gedaan, toen viel het aantal mensen tegen, maar het zou wel eens druk kunnen worden. En ik wil juist een beetje rustig aan doen. Ik heb in ieder geval voor morgen nog niet heel veel werk. Dus dat valt mee en ik heb dat ook, want ze wilden het al heel vroeg hebben en ik heb dat tot 12 uur kunnen. Dus als ik vanavond een uurtje doe, dan kan ik morgen op mijn gemak dat werk doen tot 12 uur. En dan zal ik eens kijken of ik het daarna rustig aan doe. Ik heb nog een klus, ik heb nog een offerte die eruit moet trouwens, bedenk ik me nu. Dus, en dat is ook een paar uur werk. Dus ja, het begint alweer vol te lopen. Maar goed, ik hou de boot een beetje af morgen. Dus morgen heb ik behalve de Daily Minutes ook die XZ-lines nog. Die is al deels geschreven uiteraard, maar niet helemaal. Nou, het begint alweer vol te lopen, maar ik wil het rustig aan doen. Dus dat ga ik vanavond ook doen. Ga ik dat nou vertellen of niet? Ja, dat ga ik gewoon vertellen. Ik wil de D-Star-ronde niet in mineur gaan doen en geen minuten stilte en dat soort dingen. Dat past ook helemaal niet bij Jurgen, past niet bij mij. Dus wat ik ga doen is herinneringen ophalen aan Jurgen of zoiets. We zien wel welke kant het uitgaat en we houden gewoon een ronde.
En natuurlijk zijn we allemaal verdrietig dat Jurgen, die goede, zachtaardige, sympathieke vriend, dat hij er niet meer is. Maar ik denk dat hij zelf het liefste zou willen dat we er een lolletje van maken en dat we in ieder geval niet in mineur gaan. Dus dat gaan we niet doen. Althans, als het aan mij ligt. En ik ben toch de voorzitter vanavond. De leider van de Diesta-ronde. Maar ja, je weet het nooit. Als er veel stemmen opgaan voor wat anders, dan ben ik democratisch genoeg ingesteld om een andere koers te gaan varen. Maar ik denk niet dat het die kant uit gaat. Ja, ik heb niet zoveel. Ik realiseerde me laatst nog. Ik zat toen een beetje te twijfelen of ik dat fragment zou gebruiken. Ik had een keer... ik was zo gefrustreerd dat die lui van Ziggo, waar ik dan via een enkel prepaid kaartje dan nog klant ben. Want mijn mobiele nummer zit via een prepaid kaartje nog bij die club. Maar dat die dan toch mij bellen en dan allerlei fraaie verhalen houden. En wat ik eigenlijk zei, dat klopte misschien niet helemaal. In ieder geval heb ik niet tot in de diepte uitgezocht of wat ik zei klopt. Maar ja, als je zo in zo'n situatie zit, dan zeg je wel eens wat. En ik denk dat ik het fragment nu toch integraal ga uitzenden. Het is 1,5 minuut of zo hooguit. Maar die mevrouw die was helemaal flabbergasted. En dat was ook de bedoeling. En ze zou me van de lijst halen en ik zou nooit meer gebeld worden. Geweldig. Dus dat was wel helemaal gelukt. Maar ik weet niet meer wat het was. Ik zou het moeten opzoeken. Nou, ik kan wel even kijken. Ik kan het wel even opzoeken. Moment. Ja, dan zou je het nog niet kunnen vinden ook. Ik denk dat ik het gevonden heb. Als dat zo is, dan was het op 3 maart. Het leek veel langer geleden. Nou, ik ga er eens even naar kijken. En dan zet ik het hier achteraan. Natuurlijk, ik heb eerder zo'n fragment gedaan over verzekerings... tenminste, in ieder geval iemand die mij iets wilde verkopen voor mijn levensverzekering. Maar in ieder geval, dat was nagespeeld. Dit is echt, maar ik laat de mevrouw aan de andere kant heel zachtjes horen. Niet herkenbaar. Maar dit is wel degelijk echt zo gebeurd. Loud accurate positioning, virtually independent of meteorological conditions. The Second World War, there was a great need... Piqué met Jean Piek. Ja. Dat hangt er vanaf. Oh ja, daar moest ik erg om lachen. Ja, dat ging gewoon net. Ja, dat vond ik heel grappig. Jullie doen net of het internet van jullie zelf en dat is van Facebook. Dat is helemaal niet van jullie. Ja, dat is helemaal niet van jullie. Jazeker, en Google samen. En Apple die probeert ze naar de loef te steken. En dan komen jullie in Nederland met een initiatief en dan doe je net of een... Dat is niet eens toegestaan volgens EU-regels. U belt mij tijdens het inspreken van een radioprogramma voor de Amerikaanse radio over precies dit onderwerp. Vandaar dat ik er redelijk wat van af weet. Maar ik ben niet geïnteresseerd om over te stappen. Ik zal vertellen, ik zit bij KPN nog steeds. Omdat ik bij Access for All zat en dat is opgegaan. En ik, zodra de COVID-ellende voorbij is, ga ik naar freedom.nl. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van der Broek, ON3 JVB. Voor altijd de Joker van België.